Het beleid van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal gericht zijn op decent work, zoals gepromoot door de Internationale Arbeidsorganisatie. Decent work is volgens arbeidminister Stephen McAndrew een van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Bij de uitvoering van het beleid zal er ook rekening worden gehouden met andere duurzame ontwikkelingsdoelen die relevant zijn voor vakgebieden van het ministerie. De bewindsman zei het voorgaande op donderdag 12 mei jongstleden in de Nationale Assemblée tijdens de vergadering rond de staatsbegroting. Ik ga de vragen, voorzitter, in clusteren en in thema's beantwoorden. En ik zal eerst beginnen met aan te geven dat het beleid van arbeid gericht zal zijn op decent work, zoals gepromoot door de ILO. Decent work, welke ook een van de Sustainable Development Goals is. Decent work bestaat in principe uit vier pilaren, namelijk arbeidswetten en arbeidsstandaarden, werkgelegenheid, dat is de tweede poot, sociale protectie, dat is de derde poot, en de vierde poot is sociale dialoog. We hebben al twee decent work programma's opgesteld, waarvan de laatste momenteel in uitvoering is en in uitvoering zal zijn tot eind december. De bedoeling is om wederom een derde decent work programma op te stellen met de sociale partners, de vakbeweging en werkgevers, om zodoende in 2023 van start te kunnen gaan met de uitvoering van ons derde decent work programma. En ik heb de ILO al gevraagd om mijn medewerking te verlenen om dit programma op te stellen. Ik wil ook direct aangeven dat behalve decent work, waarbij de uitvoering van het beleid ook rekening zullen houden met andere duurzame ontwikkelingsdoelen die relevant zijn voor de vakgebieden van het ministerie, arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken, namelijk Sustainable Development Goal 1, No Poverty, Sustainable Development Goal 4, Quality Education, Sustainable Development Goal 5, Gender Equality, Sustainable Development Goal 10, Reduce Inequalities, en uiteraard Sustainable Development Goal 17, Participation. Voorzitter, laat me beginnen met arbeidsbescherming. Dat kunt u zien als onderdeel van de poot van decent work, sociale protectie. En ik kan u aangeven dat de beleidsmaatregelen die betrekking hebben hierop vallen onder code 2401 en staan onder het programma armoedebestrijding, onderwijs en volksontwikkeling en verbetering sociale bescherming.